Hoi, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Dit is een video waar ik zelf heel enthousiast over ben. Ik had helemaal zin in dat deze bestelling binnenkwam. Namelijk iets nieuws in onze webshop. Zoals ik de laatste tijd al vertelde, ben ik volledig online nu verder gegaan. Dat betekent ook dat de webshop ruim wordt aangevuld met allerlei leuke cadeauartikelen. Maar ook woonaccessoires, frames, bloemschikmaterialen. Echt heel veel keus. En ja, ik neem jullie daar gewoon in mee. En als ik weer wat leuks heb binnengekregen, dan laat ik jullie dat gewoon zien. En vandaag wou ik een speciaal voor jullie een video opnemen. Omdat het echt, ja, het is gewoon wel een video waard. Ik heb heel veel verschillende mooie kaarsen binnengekregen. Mooie kandelaars. En geen gewone kaarsen die je overal kunt kopen. Maar ook handbeschilderde kaarsen. Die gewoon echt een eyecatcher zijn in je huis. Dus dat is heel erg tof. En ja, ik neem jullie gewoon mee in deze bestelling en laat jullie het zien. Ik vertel de prijzen erbij. En je kan alles bestellen via www.uonlinebloemist.nl. Dus ja, ik zou zeggen, laten we gauw beginnen. En heb je er zin in, doe dan natuurlijk eventjes een duimpje omhoog. Goed, ik ga het gewoon één voor één laten zien. En ik hou het mooi dichterbij. Zoals ik al zei, zijn het handbeschilderde kaarsen. Ik heb ook wat mooie standaard kaarsen. Maar ik begin gelijk met een mooi toppertje. Alle kandelaars zijn los verkrijgbaar. Alle kaarsen zijn ook los verkrijgbaar. En dan heb ik nog wat pakketjes waarbij je de kaars gewoon samen kunt inkopen. Kijk, zoals deze mooie kaars. En die vind ik zelf echt heel tof. Met allemaal hartjes erop in het zwart-wit. En dit past natuurlijk heel mooi in een, als je een beetje een industrie- of huisinrichting hebt. Deze kandelaar is ook echt super leuk. De kandelaar kost €8,75 en de kaars kost €4,50. Het zijn niet echt kaarsen om op te branden. Kan natuurlijk wel, zijn ze gewoon goed voor geschikt en ze zullen ook mooi opbranden. Maar omdat ze natuurlijk zo mooi luxe zijn, is het ook gewoon mooi om het zo voor de sier neer te zetten. In de woonkamer, op de wc, in de kast, overal kan je het eigenlijk kwijt. En die zwarte kaars heb ik ook gestreept. Ook heel erg mooi. Ik zal hem even goed voor jullie uit de verpakking halen. We hebben dus echt hele toffe printjes. Kijk hoe tof om dit in je huis neer te zetten. En ik zelf zou dit een beetje ook combineren met een strak frame. Ja, ik heb heel veel verschillende kandelaars en houders en zo ervoor ingekocht. Maar ik vind het wel mooi omdat de kaars al zo mooi van zichzelf is. Om het wat minimalistischer aan de onderkant te doen. En bijvoorbeeld zoiets straks eronder. Deze strakke kost €6,50. Nou, deze kaars ook €4,50. Dan heb ik in die serie nog meer handbeschilderde kaarsen. Waaronder deze mooie pantenprint. Heel leuk voor de jeugd. Ja, ook wel voor ouderen. Dat maakt het niet zo uit trouwens. Die zijn €3,99. En die heb ik ook in verschillende kleuren. Bruin, roze, lichtbruin en donkerbruin. En in die serie heb ik ook deze. Zijn ook echt geweldig leuk. Ja, het is een hoe noem je dit? Een streepje, een boogje, een lijn. Het is een lijn. En ja, dat is bijvoorbeeld ook heel tof om bijvoorbeeld op zo'n kandelaar mooi neer te zetten in je huis. Deze kandelaar kost €11,99. Is echt wat lange industrieel staal. Heel tof. En dat is natuurlijk ook leuk met zo'n kaars bijvoorbeeld erop. Dat is dus dat gestreepte. En dan heb ik ook nog het geruite. Zoals deze. Deze is dan meer met okergeel en groen. En die heb ik ook weer een andere kleurtje om met roze en met goud. Heel tof. En hier heb ik hem bijvoorbeeld gecombineerd met een heel leuk bloemenkandelaartje in de vorm van een bloem in het goud. En op deze manier komen die kleuren dan weer heel mooi terug. Maar je kan eigenlijk alle kandelaren die ik heb besteld, kan je goed met elkaar combineren. Dan heb ik de volgende serie. Die vind ik ook echt heel tof. Die zijn iets goedkoper, zijn €2,50. Maar die zijn ook aan de onderkant in verschillende kleurtjes. Ja, dit is een beetje, ja, het is ja, grijs-bruinig. Heel tof. En die heb ik ook in het groenige. Vind ik ook heel tof.
Kijk, hoe leuk zo op zo'n... Dit is net wat grote gat, dus dan moet ik even een drupje eigenlijk in druppen voordat je hem neerzet. Dan, vaak brand ik hem dan heel even. Vind ik trouwens sowieso mooi als je dan een kaas neerzet, zo voor de sier. Om dan een heel klein stukje te branden en dan weer neer te zetten. En anders heb je echt zo... Ja, dat je echt kunt zien dat het helemaal nieuw is. Kan ook hoor, maar ik vind het zelf altijd mooi. En dan druk ik er even een paar drupjes in en zet ik hem erin en staat hij mooi vast. Maar ook echt een heel mooi kleurtje. En die heb ik ook in verschillende kleuren. Dat groene dus, ook in het roze. Heel tof. En daar heb ik ook hele leuke straks andere kandelaren bij. Laat ik ze ook even zien. En wat donkerbruin. Ook heel tof. En dan deze kleur. Volgens mij nog niet laten zien. En echt groen dus. Die had ik volgens mij wel laten zien, maar nou twijfel ik. Dus ik laat hem toch nog eventjes voor zien. Dat is wat hier ook op die houder zit. En hier heb ik het bijvoorbeeld gecombineerd met deze mooie houders. En dit is toch echt, jongens, dit wil je toch in je interieur. Je hebt het groot en het klein. Ja, en dan met zo'n kaas erop is dat heel erg tof. Die heb ik hier gecombineerd met deze set met kaasjes. Die ik ook, dit is echt mijn favoriet, dit kaasje. Heel lief. Er zitten allerlei bloemetjes op. Nou ja, in combinatie met zoiets of met een strak frame eronder ook echt heel leuk als setje zo. Of om te combineren... Nee, ik laat eerst eventjes nog die andere bloemenkaasjes zien. Even kijken waar ik ze heb neergelegd. Ik heb ze gewoon allemaal gebruikt, zo enthousiast was ik denk ik. Kijk, die heb ik ook in deze kleur. Heel erg leuk. Die zijn ook... €3,99 die kaasjes. En die heb ik dan ook in deze kleuren. Dit is echt heel tof. Ook leuk om naast elkaar te zetten. Leuk om te combineren. Dus dat zijn deze kaasjes. Nou zie ik net dat ik in die serie van 2,50 waar de onderkant van gekleurd is, ook nog twee andere kleuren roze tinten heb. En dat is natuurlijk ook tof om te combineren zo met elkaar. En dat is mooi met zo'n minimalistische serie. Maar ook bijvoorbeeld op dit soort houders. Ook heel tof. En hier heb ik een goedkoop setje kaas bij in. Die laat ik zo ook zien. De houder is €9,99. Maar ja, dat is natuurlijk tof om in je interieur neer te zetten. En dat kan je ook bijvoorbeeld op dit soort houders doen. Ja, dat is geweldig. Ook het industriële. Weet ik even niet uit mijn hoofd wat deze zo kost, maar dat zet ik op onze webshop. En deze heb ik ook weer gecombineerd met deze serie kaasen. Die is ook echt heel leuk. Dit is echt, het is misschien ook wel mijn favoriet. Deze hebben meerdere kleuren aan de onderkant. Donkergroen, wat lichtgroen en goud. Geweldig mooi. En die heb ik ook in verschillende kleuren. Dus in dat groene wat ik net liet zien. Dan wat meer in het roze met rosé. Ook heel erg tof. En dan heb ik hem ook nog wat in iets bruine roze. Kijk, die zijn ook echt heel leuk. Ik ben even zien met die... Zo kan je hem iets beter zien. En die heb ik dan bijvoorbeeld ook leuk gecombineerd op deze kandelaar. Dus met een cement onderkant. En dan komt het witte weer mooi terug. De kandelaar is €6,99. En deze kaas zijn €3,99. Dus dan heb je voor €10,50 echt een heel origineel en leuk cadeau. Of gewoon om zelf leuk neer te zetten. Dan heb ik bijvoorbeeld ook deze. Deze vind ik ook echt heel tof. Is een soort steen. €7,25 en deze kleur komt weer heel mooi terug als je weer met het goudachtige. Hem inzet. Echt heel leuk. Ik zal jullie straks ook wat leuke combinaties laten zien. Wat je er allemaal mooi mee kunt. Er zijn mooie sfeerbeelden. Dit is bijvoorbeeld ook heel erg tof. Het is meer dat terracotta kleurtje, als je dat in huis hebt. Kan je trouwens ook heel veel leuke dingen mee combineren hoor. Want je kan bijvoorbeeld deze erop zetten. Maar dit panterprintje is bijvoorbeeld ook heel leuk erbij.
kleur is ook heel tof. Of ja, die bloemetjes vind ik hier ook heel leuk bij. Dan kan je bijvoorbeeld meer in dezelfde kleurtint deze pakken. Ik zou hier ook een paar drupjes van in doen. Dat zijn echt die. Je hebt dus in het zwart. Deze heb ik in het zwart en terracotta in wit. Die kostte €6,50. Maar bijvoorbeeld ook deze. Hoe tof is dit, jongens? Dit wil je toch gewoon in huis? Echt heel erg leuk. Even kijken. Wat hebben we dan nog aan ondergronden wat ik nog niet heb laten zien? Deze. Heel leuk, hè? En dit vind ik bijvoorbeeld heel leuk om ook een setje kazen erin te doen. We hebben dus dit goedkopere setje kazen. Daar zou je bijvoorbeeld een luxe erbovenop kunnen doen. Of gewoon hetzelfde is ook heel erg leuk. Deze zijn €4,99. Dus is niet duur. En dat kan je dus met zo'n setje heel leuk combineren. Hè? Ga ik even laten zien. Je kan een dekseltje er gewoon afhalen. Als het strak zit voor mij. Niet zo heel sterk. En dit vind ik altijd heel leuk om zo'n cadeau te geven. En dan doe je bijvoorbeeld zo'n setje kaas in. En je hebt er gewoon echt lang plezier van. Want iemand kan hier gewoon extra lang van genieten. In die goedkopere setjes zitten dus zes in een setje. En die kan je dan, doe je deksel er weer op. Kijk, het lijkt heel leuk. En dan kan je natuurlijk hetzelfde kaasje erop doen. Dat geeft leuk. Maar om het natuurlijk helemaal af te maken, kan je ook zo'n luxe kaas erop doen. Denk bijvoorbeeld aan die met het bloemenprintje. En dan heb je echt, hoe leuk, superleuk cadeau. Of als je zegt, ik wil liever toch een wat kortere kaas, dan kan je gewoon die kortere opdoen. Of, ja, dit is ook leuk. Ook heel tof. Dus dat is deze hebben we dan nog. Ik weet niet of ik jullie deze al heb laten zien, maar deze heb ik dus, deze ondergronden heb ik in het goud en in het zwart. Die zijn dus €6,50. Ja, die terracotta. Deze, die leuke ondergronden, die hoge. Deze kun je dus ook heel leuk combineren met een industrieel interieur. En dat goud kan je heel leuk terug laten komen in de kaas. Dus ja, dit is eigenlijk wat ik jullie heel graag wil laten zien. Oh ja, en dat vergeet ik gewoon bijna. Dat ik nog die leuke setjes met kaasjes heb. Die zijn €4,50 per setje. Dus echt niet duur. Het zijn echt goede kwaliteit kazen allemaal. Want soms heb je van die kazen die dan niet zo mooi op smelten. Of ja, als je wil branden, niet zo mooi opbranden. Dit zijn echt allemaal goede kwaliteit kazen. Die heb ik dus in dat ja, terracotta kleurtje. Meer het groen-grijzige. Ik denk dat ze bij beide kleuren, dat ze bij groen mooi kleuren en bij grijs mooi kleuren. En dan heb ik nog het lichtroze kleurtje. Ik heb twee tinten roze, net licht en wat donker. Is ook leuk om te combineren met elkaar. En dan deze zijn ook heel leuk om te combineren. Dat is wat meer het terracotta kleurtje. En dan het grijs-groene. Laten zien. Dus dit was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn over deze producten als ik. Ik ga ze toevoegen aan de webshop. Dan kun je ze bestellen via www.uwelnaamlemis.nl. En speciaal omdat ik deze serie aan jullie ga lanceren, krijgen jullie van mij 10% korting met de kortingscode KALEIN10. Die zijn enkele dagen geldig. Zijn 5 dagen geldig. Dus wees er snel bij. En daarna gaan ze gewoon weer naar de oude prijs. Ik heb ze allemaal heel strak geprijsd. Dus ik ga jullie nog wat leuke beelden laten zien. En dan hoop ik dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat even weten wat jij in onze webshop wil zien. Binnenkort wordt hij helemaal verder aangevuld. We krijgen ook heel veel leuke woondecoratie, potjes. Maar ook heel veel bloemschikframes en ondergronden binnen. Ik heb er helemaal zin in. En ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei! Pas de soleil, pas de soleil.